Een nieuw elftal van de week. Ze beginnen op het doel, lijkt me. Vertel. Op doel heb ik gekozen voor Alexander Nübel, dus de keeper van Schalke 04. De vorige trainer van Schalke 04, Domenico Tedesco, heeft hem na de winterstop op doel gezet. Het is een jongen van 22 jaar en hij is al sinds zijn 19e eigenlijk reservekeeper bij Schalke 04. Hij is ook de keeper van Jong Duitsland en de afgelopen weken heeft hij Schalke een aantal punten bezorgd met geweldig keeperswerk. Ik had hem 2 weken geleden ook al eigenlijk in de elftal van de week willen doen, maar toen vond ik een ander beter. En nu heb ik voor hem gekozen, speelde 1-1 en hij pakte een aantal geweldige ballen. En hij is eigenlijk de enige speler bij Schalke 04 die een beetje dat niveau wat ze nu hebben, heel laag, dat het ontstijgt. En ik denk, of ik weet wel zeker eigenlijk, dat Alexander Nübel straks Neuer en Ter Stegen gaat vervangen in de Duitse ploeg. Hij is nu al de basiskeeper bij Jong Duitsland. Hij heeft alleen de pech dat Ter Stegen natuurlijk straks Neuer gaat vervangen en dat hij een aantal jaar moet wachten, waarschijnlijk 4-5 jaar, dat hij dan 6-27 is, voordat hij echt bij Duitsland in de basisploeg komt. Maar dat is een geweldige keeper die niet heel lang bij Schalke 04 zal blijven. Mocht het zo slecht gaan met Schalke 04, want hij is eigenlijk te goed voor dit elftal al. En op deze leeftijd houdt hij ze op de benen met knappe reddingen. En dan schapen ze de puntjes bijeen en dan degraderen ze niet. Ja, topkeeper in wording. En daar gaan we nog veel van horen. En hij kan ook heel goed voetballen. Hij is tot zijn 14e middenvelder geweest bij SC Paderborn. En is nu nummer 1 van Schalke. En ik denk straks, als Bayern München slim is, de opvolger van Neuer bij Bayern München. Ik heb op linksback Mitchell Dijks gezet en ik denk dat mensen dat wel zal verbazen. Mitchell Dijks die natuurlijk naar de Serie A is gegaan, naar Bologna. Bologna heeft het heel lastig gehad, begin eerste seizoenshelft. Dreigde te degraderen en in de afgelopen weken hebben ze een aantal keer gewonnen. En ze hebben sinds januari een nieuwe trainer, dat is Sinisa Mihailovic. En ook Mitchell Dijks is weer happy en afgelopen maandag, vorige week, maakte hij een doelpunt. En hij verscheen deze week met een tractor op de training, want zijn bijnaam is daar De Tractor. Ready. Omdat hij natuurlijk heen en weer over die linkerbaan dendert, gedachteloos. En dat doet hij nu voor Bologna heel goed. En afgelopen weekend vond ik hem prima. De nul gehouden tegen Fiorentina, weer een puntje gepakt in die strijd tegen degradatie. En Il Trattore doet het prima. Vandaar mijn plek op de linksback voor De Tractor, Mitchell Dijks. En het middenveld? Moet ik even kijken wie ik allemaal heb. Oké, kijk maar eens even. Ik noteer al tijdens voetbal kijken altijd de namen. Moet even kijken. Oh ja. Dit is het briefje van Selema Ostuur. Dit is mijn geheime briefje dat ik, waar ik de namen op schrijf en dan notities maak van spelers die me opvallen en dergelijke. Mitchell Dijk staat erop. Kalidou Koulibaly natuurlijk, maar ja, dat gaan mensen allemaal straks zien in het elftal. Ja. Pavel Kaderabek, de rechtsback van Hoffenheim. Maar ik heb op het middenveld. Wil ik even hebben over João Félix. En João Félix was afgelopen donderdag in de Europa League geweldig. En hat-trick voor Benfica. En op die leeftijd al zo vast zijn. En aan het begin van het seizoen mocht hij heel af en toe meedoen. En sinds januari heeft Benfica een nieuwe trainer. En staat hij gewoon in de basis. En hij is elke wedstrijd, weekend, midweeks, is hij belangrijk voor Benfica. En nu ook weer met een doelpunt en 2 assists in de competitie. Ze doen mee om de titel, staan bovenaan. En dit is een talent om in de gaten te houden. Ja, hij heeft een afkoopsom van 100 miljoen euro en er zijn al clubs bereid om dat te betalen. En dat zegt wel iets over zijn kwaliteit en hoe bijzonder en hoe speciaal hij is. En hij deed mij een beetje denken aan Rui Costa qua manier van bewegen. Het is heel zielig, maar hij is ook nog eens iemand die toch het makkelijke doel weet te vinden. En als Juventus 100 miljoen euro voor je wil betalen in plaats van Dybala, dat zegt wel iets over jouw potentie natuurlijk. Dan de aanval. En, ik licht Ryan Babel er zo even uit, maar ik wil het eerst hebben over Jadon Sancho. Die is 19 jaar, dat weten we natuurlijk allemaal, en die is aan een geweldig seizoen bezig. En hij was nu opnieuw belangrijk voor Borussia Dortmund. 2 doelpunten. Hij staat nu op 10 goals en 16 assists in de Bundesliga. Hij vindt natuurlijk al heel snel in spelers in de Eredivisie goed als ze een keer een bal goed voorgeven. Maar Jadon Sancho is echt wel uniek dat je op die leeftijd al zo belangrijk kunt zijn in de Bundesliga voor een club die meedoet om de titelrace. 10 doelpunten, 16 assists, elke week opnieuw prepareren. En je moet ook als een prof leven. Hè? Je bent 19 jaar, moet je het voorstellen, dat is lastig. Er zijn maar een paar die dat al op die leeftijd kunnen. En dat zegt wel iets over hoe ver je kunt komen. Kylian Mbappé heeft dat ook op die jonge leeftijd. Dat is gewoon een machine. En Jadon Sancho heeft het machinale ook. Dat is elke week assists leveren, doelpunten leveren, belangrijk zijn voor je ploeg. En dat vind ik wel knap om te zien. En ik vind hem een van de spelers
van het Bundesliga-jaar. Ik denk wel dat hij in, in mijn top 3 komt. In Nederland is De Ligt 19. Is hij dan nog een groter talent dan De Ligt bijvoorbeeld? Nee, die kun je niet vergelijken natuurlijk. Want Matthijs De Ligt is een verdediger. En iemand die ook al eigenlijk hetzelfde heeft. Het is niet vanzelfsprekend om van een 19-jarige te verwachten dat hij een elftal op sleeptouw neemt. Dat hij aanvoerder is en dat hij de verantwoordelijkheid heeft voor een heel elftal. Nou, dat zie je bij Matthijs De Ligt. Dat heeft Jadon Sancho niet. Die is een aanvaller. Die is vooral bezig met creëren. En belangrijk zijn voor dat moment met doelpunt en assist. Maar ze zijn wel qua talent te vergelijken in die zin dat zij heel veel impact hebben op een elftal en voor een elftal. En ik begrijp wel, hè, Matthijs De Ligt moet je denken aan 85, 90, 100 miljoen, wat er gek voor wil geven. Maar Jadon Sancho zit ook in die prijsklasse. Dus het zijn vergelijkbare talenten. Top. En dan nog even Ryan Babel voor de liefhebber. Nou, ik vind wel echt Ryan Babel wat knap wat hij presteert op deze leeftijd. Hè. We zijn hem een tijdje kwijt geweest. Hij heeft natuurlijk gekozen voor geld, voor miljoenen in de zandbak. Daarna is hij naar Deportivo gegaan en heeft hij zijn carrière eigenlijk langzaam weer opgepakt. Hij is in Turkije weer gelukkig geworden op voetbalgebied, denk ik. Belangrijk geweest voor Beşiktaş. En dan gaat hij naar Fulham. Dat speelt tegen degradatie. En dan denk je, goh, wat moet je daar eigenlijk in de Premier League? En dan kom je überhaupt wel aan de bak, krijg je wel minuten. En hij heeft in die paar weken dat hij daar nu speelt, ja, echt veel indruk gemaakt. En ik denk dat het voor hem heel makkelijk wordt om een nieuwe club te vinden in de Premier League. Want er zullen een aantal trainers toch kijken. Je kunt de clubs onderaan zo invullen. Die zullen toch allemaal de zaakwaarnemer van Ryan Babel gaan bellen en te vragen, nou ja, zou hij bij ons willen komen spelen? En dat heeft hij toch wel mooi gedaan, hè? Zo'n mooie etalage voelen. En afgelopen weekend een doelpunt en assist. En ik denk dat als hij dit 5-6 jaar eerder had ontdekt, deze ontspanning misschien en ook deze manier van werken en ook de arbeid die hij erin steekt, dan had hij misschien een andere carrière gehad. Maar hij heeft al zelf verteld dat hij gelukkig is met hoe die carrière verlopen is. Hè. Het is op zich vreemd natuurlijk van Liverpool naar al die clubs waarvan ik eerlijk gezegd mijn naam niet weet nu op dit moment. Dus ik kan niet zeggen van ja, Babel heeft daar in de zandbak bij die club gespeeld. Ik volg dat niet, die competities daar. Maar via Deportivo en Beşiktaş nu bij Fulham zijn late carrière weer een kickstart gegeven. Een tweede jeugd. Nou ja, of de derde jeugd. En ik denk echt dat hij in de Premier League actief kan blijven. Dat er een andere club is die, of als Leeds United bijvoorbeeld promoveert, een mooie club om daar te gaan voetballen bijvoorbeeld. Ja, en hij blijft nu ook vastwaarden in Oranje, zo lijkt het. Ronald Koeman belt hem elke keer weer van kom er maar bij. Ja, en hij heeft zich ook in Oranje bewezen natuurlijk. Hè. Hij maakt die meters op die flank, hij sluit aan. En ja, dat is prachtig dat je eigenlijk op eigen kracht, hè, want niemand heeft om Ryan Babel geschreeuwd. Van Ryan Babel moet in Oranje. Nee, op een gegeven moment stond Ryan Babel in Oranje, omdat hij het gewoon verdiende op basis van zijn prestaties. Hij heeft het helemaal zelf afgedwongen en dat vind ik echt knap. En leuk om te zien ook dat hij het ook bij Fulham nu gewoon doorzet, die lijn. Ja, het is echt, daar ben ik echt onder de indruk van.